In deze video gaan we kijken naar logische expressies, boolean expressies. En die gaan we gebruiken in if-structuren. Een boolean expressie is een uitdrukking met constante variabelen en operatoren waar de true of false uitkomt. Nou, hier in het schema van controlestructuren hier linksboven, daar zie je de keuze- of selectiestructuur. Dat komt overeen met de if-structuur. En je ziet dat die structuren enkelvoudig kunnen zijn. Dat wil dus zeggen maar één tak, alleen de if. En kan ook tweevoudig zijn, de if en de else. Dan zijn er dus twee takken mogelijk. En meervoudig, dan krijgen we de structuur van if, else, if, else, if. En dan eventueel nog else erachter. We gaan in deze video ook kijken naar de geneste structuur. En dat is een structuur waarin een van die takken, bijvoorbeeld hier bij de tweevoudige structuur, in een van die takken, dat daar weer opnieuw een if-structuur staat. In latere video's gaan we de herhaling of de iteratie bespreken. En daarbij zullen we met name de begrensde iteratie bespreken. Dat is de forless. En we zullen de whileless bespreken. Dat is de voorwaardelijke herhaling. En dat is deze hier zo lang met een voorwaarde. Dat wil zeggen dat het while-blok net zo vaak wordt uitgevoerd tot er niet meer aan de voorwaarde wordt voldaan. We gaan nu het programma 8-12a bespreken met de naam boolean operatoren. Dit programma is opgenomen in Notepad++ hier aan de rechterkant van het scherm. En we gaan dan met name natuurlijk de PHP-code bespreken. Je ziet hier dat de variabele koe verkocht de waarde true krijgt toegewezen. Dat wil dus zeggen dat de variabele koe verkocht een boolean variabele wordt. Dan krijgen we hier de tekst die altijd wordt weergegeven, koe is. En die tekst kan worden aangevuld afhankelijk van de waarde van deze voorwaarde, de if-voorwaarde. Als deze voorwaarde true is, dan zal het blok direct achter de if worden uitgevoerd. En dan wordt de zin afgemaakt met niet verkocht. Dus dan komt er te staan, koe is niet verkocht. Als de voorwaarde bij de if false is, dan zal het blok worden uitgevoerd dat het direct achter de else staat. En dat wil dus zeggen dat de zin afgerond wordt met de tekst verkocht. Daar komt er dus te staan, koe is verkocht. We gaan nu kijken naar de voorwaarden achter de if. En je ziet dat hier een uitroepteken staat. En dat wil dus zeggen, dat kun je hier linksonder in de tabel zien. Dat wil dus zeggen dat het not en dan de waarde van de variabele is. Dus als koe verkocht true is, dan is uitroepteken koe verkocht is false. Dat wil dus zeggen dat in dit geval de else tak wordt uitgevoerd. Dus dan wordt de tekst koe is verkocht. Nou, laten we de pagina met deze code nu hier in de browser maar gaan opvragen. Ik plak hier de URL erin en we gaan deze opvragen. Je ziet dat er een foutmelding is op regel 20 en er staat dat een onverwacht uitroepteken in de code staat. Men verwacht een haakje. De foutmelding wordt gegeven op regel 20. Tot daar heeft de parser gezocht naar een haakje. Dus pas als de if-structuur helemaal is afgerond, geeft hij definitief de foutmelding. Nou, dat is eenvoudig te verhelpen. Het blijkt dat dus de voorwaarde achter de if verplicht tussen haakjes moet staan. Dus dat gaan we dan maar doen. We gaan dit bestand opnieuw opslaan en hier opnieuw opvragen. En dan zie je dat er hier een foutmelding weer wordt gegeven op regel 15. En daar staat dat het een ongedefinieerde variabele is, koe verkocht. Na enige nadenken dan komen we erachter dat dit een hoofdletter V moet zijn, omdat ook hierboven bij de toekenning, bij de definitie van de variabele, dat daar ook een hoofdletter gebruikt wordt. Nou, we gaan het nu weer op deze manier proberen, opslaan en dan weer de code, de pagina opvragen. En dan zie je dat we nu eindelijk dan het zinnetje krijgen, koe is verkocht. Laten we verder gaan kijken naar dit tabelletje
met de logische operatoren hier linksonder, dan valt op dat voor de AND en voor de OR twee alternatieven zijn. En dat is voor de AND de ampersand, twee ampersands achter elkaar. En voor de OR is dat de twee verticale strepen achter elkaar. Er is een heel klein verschil tussen deze alternatieven. Dat is namelijk dat deze alternatieven, de en passant en de verticale streep, een hogere prioriteit hebben dan hun boordjes A en D en OR. We komen hier later op terug. We gaan nu de OR en de XOR met elkaar vergelijken uit het schema hier linksonder. De OR die is waar als de variabele A waar is of als de variabele B waar is, maar ook als de variabele A en B beide waar zijn. De XOR, de exclusive OR, die is waar alleen als A waar is of als B waar is, maar die is niet waar als zowel A als B waar zijn. We laten dit nog even zien in een schema hier linksonder. En we gaan uit van deze code, deze if-structuur. En je ziet hier dat hier koe verkocht, XOR, koe geslacht staat. En dat beide hier waar gemaakt zijn. Nou goed, dan verwachten we dus beide waar, true, true, dat XOR hier, dat die false is. En dat klopt ook. Dan gaan we hier OR van maken. En dan zou je, zoals je dan hier ook kunt zien, beide true, koe geslacht, true, koe verkocht, true. Dan zou je dus voor koe geslacht of koe verkocht een true moeten krijgen. Nou, dan gaan we opslaan. Weer die pagina opvragen en dan zie je dat je inderdaad hier waar krijgt. Terwijl als je beide bijvoorbeeld verschillend maakt, bijvoorbeeld deze false en je kijkt dan naar de XOR, dan is dat ook netjes waar. Zoals je hier links onderaan bij de tabel kunt zien, gaan we het nu hebben over de precedence of operators. Dat wil zeggen de prioriteiten van de operatoren. Je kent dat van de numerieke operatoren. Meneer Van Dalen wacht op antwoord. Eerst macht verheffen, dan vermenigvuldigen, delen, optellen en aftrekken. Dit procentteken, dat is trouwens de modulo, rest na deling. En dan zie je dat hier ook de AND en de OR staan, de AND en de OR en de XOR. Het is zo dus dat als een operator hoger in de tabel staat, dan heeft die operator een hogere prioriteit ten opzichte van operatoren die lager in de tabel staan. Ja, dan zie je dat de NIET, de NOT, dat die erg hoog staat in de rangschikking in de prioriteit. En dan zie je dat de AND en de OR heel laag staan in de prioriteit. Wat opvallend is, is dus dat de dubbele ampersand een hogere prioriteit heeft dan de AND. En de twee verticale streepjes, die hebben ook een hogere prioriteit dan de OR. Dus dat is het enige verschil tussen deze schrijfwijze van de AND en de OR en deze schrijfwijze. Op deze regel daar staan de comparison, de vergelijkende operatoren. Dat is bijvoorbeeld kleiner, kleiner of gelijk, groter, groter of gelijk. En op deze regel daar staan de toekennings, de assignment operatoren. En deze regel zullen we later bespreken. Nu wil ik nog wel de eerste kolom van deze tabel uitleggen, de associativity. Als we hier kijken naar bijvoorbeeld de vierde regel, daar staat het optellen en aftrekken, dan staat hier de associativity left. Dat wil dus zeggen als er plus en mintekens in een expressie voorkomen, dan zullen die operatoren zullen dan van links naar rechts geëvalueerd worden. Dus hier staat dan left. De ontkenning, de not, die wordt van rechts naar links geëvalueerd. En nou, dan heb je hier bijvoorbeeld de AND, die wordt ook van links af geëvalueerd als er meerdere ANDs in een expressie staan. En hetzelfde geldt voor de XOR of de OR. Nou, we gaan er een voorbeeld van bekijken. Dat is dit voorbeeld.
koe verkocht, and koe geslacht, or koe anders weg. Deze expressie die zal eerst de and evalueren, want de and heeft een hogere prioriteit dan de or, dus hij zal deze gaan evalueren, koe verkocht en koe geslacht. Nou, beide, koe verkocht en koe geslacht, zijn beide vals, dus de and is dus ook vals. En dan verder zal er or of koe anders weg is true, dus er zal in het geheel zal er een true komen, dus de boolean expressie is waar, en dat is ook wat we hier krijgen als we deze pagina hier linksboven in de browser opvragen. We kunnen het gaan veranderen door de haakjes te gebruiken, dan kunnen we de prioriteit afdwingen. En dan wordt nu dus eerst de or geëvalueerd. De parser zal altijd de expressie binnen de binnenste haakjes het eerste evalueren. Van het verkregen resultaat zal weer de expressie binnen de binnenste haakjes geëvalueerd worden, enzovoort. Hier rechts van die or staat koe anders weg. Je kunt hierboven zien dat dat een true is. Dus deze boolean expressie tussen de haakjes, dat wordt true. En koe verkocht is false. Dus dat wil zeggen dat de and, hè, die hierna geëvalueerd wordt, dat wordt dus false and true. Dat wil dus zeggen dat dat false wordt. Nou, we gaan die opslaan en uitvoeren, opvragen. En dan zie je dat dat inderdaad een false wordt, dus niet waar is. Gebruik om misverstanden te voorkomen liever te veel dan te weinig haakjes. Dus ook in die eerste situatie zou je beter hier die expressie die het eerst geëvalueerd wordt tussen haakjes kunnen zetten. Dat geeft in ieder geval zekerheid van hoe de boolean expressie geëvalueerd zal worden. Dan nog een voorbeeldje van prioriteiten van operatoren. Dat is deze logische expressie. Nou, het uitroepteken dat heeft veel hogere prioriteit dan de or, dat kun je op het tabelletje hier links zien. Dat wil dus zeggen dat deze het eerst geëvalueerd wordt. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, is het duidelijkst om hier haakjes omheen te zetten. En dan krijg je dus dat niet koe verkocht, dat is true. Of, en dan krijg je koe geslacht is false, dus dan krijg je true of false, dan krijg je iets wat de waar is. En als we dit dan opslaan en uitvoeren, dan krijg je dus hier de boolean expressie is waar. Dus deze boolean expressie is true. Als je met behulp van haakjes de prioriteit duidelijk aangeeft, dan krijg je wel vaak veel haakjes, maar je kunt altijd door op een haakje te gaan staan met je cursor zien wat voor een haakje dan daarbij hoort. En als we op een buitenste haakje gaan staan, dan zie je dat hier het buitenste haakje correct wordt afgesloten. Als je een extra haakje erbij zou zetten, dan zou dat haakje geen ander haakje bij zich hebben. En dan weet je dat er iets fout zit, dat het aantal haakjes oneven is. We gaan nu de boolean expressie iets aanpassen. We krijgen dat we de not buiten haakjes gezet hebben. En dan staat hier binnenin de expressie koe verkocht of de variabele koe geslacht. We maken ook koe geslacht true en koe verkocht laten we false. Als we dit dan gaan evalueren, dat is al opgeslagen en dan hier opvragen, dan zie je hier dat de expressie, de boolean expressie, niet waar is. Als we nou volgens numerieke regels die niet binnen haakjes gaan halen, dan krijgen we hier niet koe verkocht of niet koe geslacht. Dan gaan we deze boolean expressie droog evalueren. Niet koe verkocht, dat is niet false, dat is dus true. En aan de andere kant van de or staat niet koe geslacht, dat is false. Dus deze hele expressie wordt waar. Als we dit dan gaan opslaan en opvragen, dan zie je dat hier die boolean expressie waar is. Dus met andere woorden,
dat uitroepteken binnen de haakjes halen, dat mag natuurlijk wel, maar dan krijg je wel een andere logische expressie. Dat kan een andere waarde geven. Om zekerheid te krijgen of twee logische expressies hetzelfde zijn, kun je altijd een logisch schema maken, zoals hier linksonder in het schema gemaakt. En dan zie je dus duidelijk dat not en dan tussen haakjes geslacht of verkocht niet hetzelfde is als niet geslacht of niet verkocht. Je ziet dat duidelijk de waardes bij verschillende combinaties van de waarde van koe geslacht en koe verkocht dus verschillend zijn.